hoofdzakelijk geel. Cefaliet. Het zijn een soort rondvliegende kegels, heet dat, geloof ik. Ik vind Eindhoven meer een lamp, zo'n lamp met Philips, maar... Nee, maar het... waarvoor dat er staat. Wat heeft Eindhoven met bowling? Weet ik eigenlijk niet. Ik zou het niet weten, echt niet, nee. Deze keer in Kunst om de Hoek zijn we in Eindhoven bij de Flying Pins. Erik Leurmans die was de projectleider die ervoor moest zorgen dat dit kunstwerk er zou komen. Je voelt hol, hè? Polyester aan de binnenstaartconstructie. Tot 1 of 2 meter diep in de grond. Echt een mooi ding is dit. Het kunstwerk is gemaakt door de Zweeds-Amerikaanse Klaas van Oldenburg en zijn Nederlandse vrouw Koosje van Brugge. Dus als je zo'n beeld met zo'n bijzonder kunstenaar, echt een internationale ster, zeg maar, mee begeleid. Dat zijn de beste opdrachten die je kunt bedenken natuurlijk. De werken van Oldenburg die behoren tot de zogenoemde pop-art. Iets wat hij kiest, Oldenburg, zijn altijd hele alledaagse voorwerpen. Het kan een troffel zijn die in het Kolenmullen Museum staat of een schroef die in het Boymanse Beuningen ligt. Die alledaagsheid van hem en de kleurenpracht, dat karakteriseren mij echt als een bijzondere kunstenaar. Maar wat hebben die uit de kluiten gewassen kegels dan te maken met Eindhoven? Helemaal niks. Eigenlijk heeft het werk van hem met iedereen te maken. Omdat hij, wat ik eerder zei, alledaagse voorwerpen kiest en dat uitvergroot of van een ander materiaal maakt. Maar in die zin heeft het niks met Eindhoven te maken. Het had overal kunnen staan. Dat wel. Wel vond Van Oldenburg dat dit kunstwerk juist op de plek heel goed zou passen. En daar kwam hij achter in de auto. En rijdende vanaf die kant, Kennedylaan zo naar de Vellenoord, naar het station toe, bedacht hij dat zou eigenlijk mooi zijn. Je pakt die bal, slaat tegen de kegels aan. En je legt het moment vast dat die bal die 10 kegels raakt. Die vliegen dan ook alle kanten op, zoals je ziet. En dat was het moment van, pats, je bent er. Het kunstwerk hier krijgen was nog niet zo gemakkelijk. Het was namelijk peperduur. Het is toch iets van bijna 2 miljoen geweest in guldens. Daar schrok natuurlijk iedereen van. En om daar de gemeenteraad voor de hand op elkaar te krijgen, was natuurlijk geen eenvoudige opgave. Toch lukte het. Mede ook omdat het bedrijfsleven een flinke duit in het zakje deed. En dat alles resulteerde in deze eyecatcher. Simpele, eenvoudige kunst zonder gecompliceerd verhaal. Het is leuk als je weet hoe het tot stand gekomen is, hoe het gemaakt is en wie het gemaakt heeft. Maar ik denk dat elke een die je langs op alle leeftijden denkt, oh, wat een vrolijk ding. Zo, en dat is eigenlijk mooi als je dat kunt bereiken als kunst.